Hallo bij Legion en welkom bij de allereerste part van de Far Cry 2 serie. Dit is niet Far Cry 2 voor de duidelijkheid, dit is Far Cry 1. De allereerste game op de CryEngine. Ja, dat hoor je goed, dit is de CryEngine. Het was toen zelfs nog uitgegeven onder Ubisoft, het was ook van Crytek natuurlijk. Maar dit was in die tijd, in 2004, was dat toen was ik dus zelf 14. Was dit echt gewoon de game die er was, zeg maar. Volgens mij kwam Crysis 1 in 2007 op mijn hoofd. Dus dit was echt toen, zeg maar, de Crysis van nu qua, ja, grafische dingen. Dit was gewoon fucking episch en mooi en weet ik veel wat. En nu draai ik deze game op 700, 800 fps op één videokaart. Maar in die tijd, 10 jaar geleden, was het echt moeilijk om dit 60 fps te krijgen. Of volgens mij speelden we toen zelfs nog op 30 fps. Nee. Ze hebben zelfs een alarmsysteem. Ja, ja. En een sneak systeem. Ja. Ja, maar ik wil de varkentjes bevrijden. Nee. Voor de duidelijkheid. Behalve dat mijn aim ook redelijk slecht is. Dit is dus aim down sight, dit. Het wapen dicht in het midden van het scherm toe brengen. Mooi, ja. Piggies! Piggies. Jij hebt piggies vermoord, staaf. Oh, oh-oh. Hop, 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 hop. Ik heb geen kogels meer. Wacht, ik heb nog één ander ding. Probleem is, ik weet niet wat melee attack is. Help! Help, help, help. Piggies, do it. Piggies helpen ook niet echt. Maar hier is een gun. Ik weet nog redelijk veel eigenlijk van de game. Ik weet dat we op een gegeven moment lopen daar naartoe. Naar dat hutje, daar zit een... Ja, gaat helemaal niks, jongen. Daar zitten binoculars. Dus dat is zeer mooi. Want dan kunnen wij rondkijken naar het andere gebouw. Zo, in je ballen, jongen. Maar ja, dit is puur gewoon even voor de fun om te laten zien hoe Far Cry 1 er dus uitzag. En Far Cry 1 staat redelijk los van Far Cry 2. Far Cry 2 is totaal andere game en het heeft eigenlijk ook niks met Far Cry 3 te maken. Geen van die games eigenlijk. Ze hebben alleen dezelfde naam, maar voor de rest hebben ze geen samenhangend verhaal, zeg maar. We gaan dit erin drukken, moet je kijken, zo mooi. En Call of Duty met zijn Fish AI gezeur. Ik zie deze visjes, die gaan zelfs dood als je op ze schiet, als je tenminste raakt. Oké, ze bewegen niet dat ze weggaan van de kogels. Maar hey, ze kunnen dood. Dat is nog beter. Hetzelfde geldt voor vogels en andere dieren trouwens in deze game. Dat is heel mooi. En iets wat in die tijd was, naast belichting, was ook heel groot iets. Explosies was toen ook. Wow, zo'n mooie explosie. Oh ja, die vogels mogen dood. Ik haat, hier komt echt mijn haat voor Simmel over. Nou, nee, niet echt eigenlijk. Maar ik ben dus heel even het begin. Waar kwam dat geluid vandaan? Maar ja, ik ben ook heel snel afgeleid in deze game. Maar dit was echt de game toen. En dat wil ik gewoon even laten zien wat leuk is. Oh ja, kijk, zelfs barrels die rollen er vanaf. Auw. Kijk, we kunnen barrel roll doen. Soort van. Het is de nieuwe versie van barrel roll. Barrel roll. Maar ja, dan gaan we nu wel dat eigenlijk met Far Cry 2 beginnen natuurlijk. Het was gewoon even leuk om te laten zien. En dan zijn we dan in Far Cry 2. En zoals je ziet, dus het is een mooi soort van notebook-achtig ding. En één ding wat heel centraal staat in Far Cry 2 is vuur. Want we zitten namelijk in Afrika volgens mij, als ik me nog goed herinner. We kunnen nou ons character kiezen. Marty Allen, Carl Warren Clyde, Joseph E. Durable, Paul van Rink. André Hippolyta, of zoiets weet ik veel. Hakim, Frank Wilders, Kian, nou, bye. Ik denk dat we gewoon voor... Ik weet niet, Warren Clyde doet me een beetje denken aan Mason van Black Ops. Waarom weet ik niet, man. Dat doet mij gewoon eraan denken. Maar volgens mij zijn we dus in Afrika. Er is ook wildlife, gewoon zebra's lopen rond. Dat weet ik zeker. Volgens mij ook tijgers, olifanten weet ik eigenlijk niet. Maar deze game lijkt eigenlijk wel dat het meeste op Fokker 4. Oké, okay. Ajo. Geen probleem. Yep. Oké.
Alleen maar één hotel. Dat was niet echt positief. In Pala. Maar ik kan me nog redelijk veel van de game herinneren. Of redelijk veel. Aan de ene kant niet. Ik weet dat er heel veel checkpoints zijn die je kan liberaten. En ik weet nog dat we malaria krijgen. Dat is het enige wat ik nog weet eigenlijk. Dus ik weet niet zo veel vanaf. Van de story weet ik sowieso vooral weinig af, moet ik zeggen. Ik heb deze game ook nooit uitgespeeld. Omdat op een gegeven moment werd het volgens mij te saai of zo. Ik weet niet wat mijn probleem was. Zo goed bezig, jongen. Bloody idiot. Dat is echt zo Afrikaans ook, hè? Dat is een bloody idiot. Dat is zo'n Afrikaans fucking accent. Ja, zoiets. Geen idee, jij hebt wel een mooie bril op, meneer. We hebben een kaart, airstrip, town. We zijn gewond aan onze rechterhand. Nee, dat is gewoon een ding. Verkijker. Ze hebben ook niet echt mooie asfaltwegen trouwens. Het is allemaal een beetje dirt road, rommel. Kijk, kippen! Ik hoorde een kippen en ik hoorde een ander diertje. Een geitje! Oh, een geitje. Meh. Meh. Oh, ze communiceren met mij. Kippers. Kippen, hi kippen. Doei kippen. Doei bison. Ik ga jullie allemaal aanrijden straks. Waarschijnlijk in de volgende part, als ik daadwerkelijk een auto heb. Oh no, brand! Brand, brand. Dat is wel fucked up inderdaad. Als het echt droog is inderdaad, en dat is het in dit fucking land. Dan brandt dat inderdaad belachelijk snel. Maar dat is ook het belangrijkste in de hele game. Dat was echt de feature van deze game. Vuur. En dat het blijft branden en bomen in de fik vliegen en al dat spel. Dus dat is wel fucking ziek. Uh-oh. Checkpoint. Hallo meneer MG. MG op de dingen. Hallo. Checkpoint, dat is het enige wat ik verstond. Where are you headed? Nee, je moeder, nou goed. You come from the airport. Nee, van je moeder, nou goed. The airport. Gentlemen, you are posted here all day. On my way back, I grab some cold beer. You drink beer? Yep, beer. We drink beer. Hurry up then. Move along. Yes, sir. Thank you, sir. Wow. See you soon, sir. Doei, kale meneer. Dag. Doei, andere meneer met bril. Adios, de ballu. Ja, dat komt erg bekend voor. Volgens mij is het in Nederland ook wel eens zo. Met buitenlanders. Nevermind. Niet racistisch. Klein beetje misschien. Dat je het ook kunt vatten. Ik wil Bambi. Nee, ja, Bambi. Bambi zit volgens mij ook in de game. Ik noem alles. Gezellen, het eland. Ik noem alles een beetje Bambi. Maar dat is gewoon Bambi. Laat mij. Ho. Een militair konvooi. Mooie vrachtwagens met alle mensen erin. Lot of troops nowadays. It's okay. They keep to themselves most of the time. Nou, dan is het goed in. Waar moeten ze naar Pala? Dat is dus rechtsaf. Safe house. Staat ik echt gewoon safe house op een fucking straatbord? Nee, dat was fucking slim. Oh, goed bezig. Oh, brand. Alweer. Nog meer brand. Don't let this concern you. Just boys leading off steam, right? Aha, just boys letting off steam. De hele fucking markt hier is naar de tering. Alles staat in de fik. Nee, mooi land heb jij. Donkere tinten, man. Oh, bootjes. Hij stopt met schreeuwen, jongen. Zoveel bootjes. Verlief. Dat weet ik ook nog. Dat boten best belangrijk waren in de game. Dat kan me nog herinneren.
Oh. De malaria. We zijn geprikt door de malaria mug. Stop! Politie, halten Sie an! We made it alive, nou? Dat weet ik nog niet zo. Are you okay, sir? Hey, are you okay? You don't look so good. You tired? Long flight. Oh, we're trying to... We zijn aan het slapen. Dat lijkt net een soort ogre met een mondje open. Of wat ik ook weer zie, dat leek zo'n huisje. Het leek net zo'n mondje openstoond met zo'n ogen. Eén oogje. En dan zo'n Broeder Tuck kapsel. Hey, wil jij wel van mijn spullen afblijven, meneer? What the fuck is dat? Ah, een van het dossier. The target's presence in the state continues to be destabilizing influence. He's largely responsible for the recent influx of weapons into the country in clear violation of the joint signatory framework. His reputation as a dangerous arms dealer is well deserved. Orders are to terminate. Well, that didn't work out the way they planned. I'm still breathing and you're the one with malaria. Kijk, malaria. Tell them you tried, but that means fuck all, isn't it? You're fired. You know it, so do I. You had your shot, but now it's over. And since men like you only work for money, you're no longer my problem. You'll have to find something else to do with yourself now. What your old clients don't seem to understand is that they can't kill me. Do you understand what I'm saying? Nobody kills me. Oh nee, daar komen we nog wel achter. Daar komen we nog vanzelf achter. Maar reet jongen, dat beslis jij niet. Niemand beslist dat. Er is niks wat beslist dat je leeft of dood gaat. A living being seeks above all else to discharge its strength. Life itself is will to power. Nothing else matters. So long. Doei. Allee, dus wij zijn dus ingehuurd om die dude te killen. Omdat hij dus een arms dealer is. Die eigenlijk beide kanten supplyt. Dus dat is wel weer fucking handig. En de oorlog is uitgebroken, denk ik, hier binnen als ik het zo hoor. Zo! Oké, dat is overduidelijk oorlog. Machete mee. Escape the town. Oké, dan gaan we dat doen. Dit is trouwens ook de eerste Far Cry game. Waar het healing in zit. Dat je bandage pakt om je arm, vuur dooft in dit geval, dan vooral in deze game. Al die dingen, dat zit voornamelijk in deze game. Of nou, dat is in deze game bedacht, zeg maar. Press and hold right mouse on the aim and press left mouse button to fire. Kunnen we hier wel daadwerkelijk... Yeah, wow, aim down sight! Wow, zoveel beter dan Far Cry 1. Oeh, we hebben een G3 opgepakt, volgens mij. Nee. Oh, die moeten we echt oppakken, dat is kut. We bukken zelfs om hem op te pakken, dat is wel weer vet dan. We bukken daadwerkelijk om het wapen op te pakken. Dat heeft dan wel weer iets. Klinkt niet als positief hier. Zo. Dikke explosies, brand. Auw. Staaf, help, spring! Auw. Oh god. Dikke explosie erbij. Een kerk! Kerkje. Ziet er niet al zo mooi uit trouwens, het kerkje. Oh, wie de fuck ben jij? When your health is below one bar, you're critically wounded. You must heal yourself quickly or you will die ook echt. You can press H to stabilize your health. Dus als we nou niet wat doen, dan gaan we ook gewoon, zie je dat? We gaan gewoon dood nu, dat is wel vet. Kijk, maar hier zit het bandage in. En dat is wel heel vet. Dat vond ik echt altijd wel heel leuk in deze game. Hier kunnen we opslaan. Kankeras, oké. Okay. You know so
and I got some things for you to do. Get out here, take what you need. There's ammunition, medicine, whatever. Hurry up. Oké, nou hier kunnen we dus opslaan. Save and continue. Create save. Dus het werkt echt met die dingen. Dus ik moet altijd aan het einde van de part een beetje. Tenminste, als ik zelf wil afsluiten, dan terug naar dit ding. Dus dat is wat anders dan normaal. Maar dat is wat te doen. Ik kon van alles meepakken, zei je toch? Oeh, wat kijk jij me boos aan. Huh? G3. En een... Weet ik niet, wat... Oh, vlammenwerpen. Along with your machete, you can carry three other weapons. Primary weapons, so an upper of assault. And secondary weapons. En heb je nog specials, dat is een vlammenwerpen. En een mortar, zo te zien. You can only carry one weapon of each type. You can upgrade your weapons or purchase new ones at a weapon shop. Go to your upgrade tab in the menu for more information. Wat ook nog kan, weet ik. Oh ja, je moet die dingen pakken, ja. Je moest echt spuitjes ervan afpakken. Dan kun je zelf beter healen. En inderdaad, dan gaat het naar 100%. Dus dat doen we nou even. Prek, ja, van de dokter. Mijn wapens kunnen ook vastlopen. Dat weet ik nog. Omdat ze verroest zijn. En vooral als je in water gaat en zo, dan roest het op een gegeven moment. Oké. Okay. Oh ja, dat was er ook nog. Wauw, je hebt echt die bril in jouw ogen zitten. Doe de deur open. Mag open die deur. Dank u. Auto's moet je hier ook fixen. Dat was ik ook vergeten. Maar auto's moet je ook fixen. En we hebben dus een vlammenwerper. Yes. Yes. Best game ever. Heel mooi. Now press escape for your current hele bende dingen hier, buddies. Dan kun je zien wie er allemaal available zijn qua buddies en de legenda van wat het allemaal is. En heel veel. Maar je kunt ook gewoon save game doen hier, zie ik trouwens. Dus dat is perfect. Dat was heel mooi. Daar ben ik blij mee. 15 uur je map. Oeh, oh ja. Damn. Dit is wel allemaal lang geleden, moet ik zeggen. Dit is de complete map. Dit is de complete map. Dit is dus ingezoomd. Dit is in dit gebied, volgens mij. Of is dit wel de complete map? Nou, weet ik het niet meer. Nee, dit is de complete map wel. Dit is echt de grootste. En dan is dit wat ingezoomd. Puur op Pala, op het middengebied, zeg maar, in dit geval. En dit is dan puur dit stukje. En je hebt ook diamanten, zie ik. Dat was ik ook al vergeten. Ik ben heel veel vergeten wel van de game. En ook het speel... Herinner ik mij wel weer. Linksbovenin zie je 13 staan. Of linksbovenin. Linksbovenin van de map, zeg maar. Boven Slaughterhouse staat 13. Dat is het aantal diamanten dat hier volgens mij in de buurt is. Als ik me goed herinner. Ja, ik weet dat ik kan sprinten. Maar ik wil eerst... Burn, baby, burn. Kijk, en dat vuur dat spreidt zich ook gewoon. Als het goed is. Als het zo werkt, als het zou moeten... Dan spreidt het zich. Kijk, maar dit ding is zo fucking verroest, zoals je kunt zien. Dus die gaat vast een keer vastlopen. Kijk, alles draait goed bezig. Maar hier moest ook auto's repairen. Dat was ik echt helemaal kats vergeten. Maar toen die zei van repair the car, denk ik, oh ja, dat moest ik altijd. Dan kun je met boten kun je dat ook doen. Elk ding wat een motor heeft, kun je repairen namelijk. Plus 5 to enter. Dus met 5 doe je aardig wat. Dat is de map en telefoon dingen. Oké. Okay. Ah, we moeten dus die lui killen en we kunnen auto rijden. Yay. Dat snapt een geit nog dat het op die manier is. Dank u. En we kunnen de map bekijken als we willen. We moeten naar rechts volgens mij. Dus even op de map kijken. Oh, moet ik R drukken natuurlijk. Yep, we moeten... alhoewel, we moeten eerst naar boven gewoon met de weg en dan naar rechts. Oké, okay. Dadelijk. Gaan we daar naartoe.
auto maakt een raar geluid ook. En de linker en rechter muisknop is dus naar links en rechts kijken. Als je beide ingedrukt had, dan is het naar achter. Maar ik heb nog geen toeter gevonden. Nou. Dus dat is minder. Maar het rijdt wel mooi hier. Het is wel een beetje... ja... somber aan de ene kant. Het is niet echt mooi kleurrijk of zo, deze game. Dus dat is wel een beetje jammer. Maar het is wel een goede game. Lijkt wel. Het is gewoon niet echt kleurrijk. Doei boompjes. Die klappen ook allemaal gelijk omhoog. Zo gauw als je er voorbij bent. Zo mooi. Oh, wow, 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 dude. Dude, wat is er mis met jou? You found a grenade or a molotov. Press Q to throw it. Oké, okay, kunnen we dus nou ook een shotgun oppakken als we dat willen. Dat is natuurlijk een primary weapon. We gaan gewoon eens met de shotgun schieten omdat het kan, dat het leuk is. Dank u, ik wil mijn G3 weer terug. Dank u, schön. Staaf, dank u. Yay, safe house. En we kunnen dus die oppakken om te kijken of die misschien betere kwaliteit heeft. Oh ja, we moeten de telefoon opnemen. Hallo. I hear you clean that place out good. Okay, I've got another chore for you. But sick guy like you will be falling down in the middle of it. Go to sleep, get resupplied and move out in a few hours. You're safe at house for now. Oké, mag af in die tuur. Safehouse staat ook in Far Cry 3. En eigenlijk, qua heel veel dingen is wel begonnen in Far Cry 2 eigenlijk. En hebben ze gewoon opgenomen in Far Cry 3. Maar can be upgraded by working with your buddies. You will meet buddies here. Talk with them and they may help you if you're wounded in battle. You don't have any buddies yet. Dus dat is jammer, maar je hebt er wel wat aan. We kunnen hier ook altijd supplies en dergelijke oppakken. Zoals fuel en grenades en ammo en van alles en nog wat. Dus dat is zeer mooi. Person primary quest. Je moet ook dingen kopen daadwerkelijk. Er zit er een heel systeem in. Blijkbaar. Voor een groot deel was ik dat al vergeten om ik te zijn. Maar dat is wel vet. Zo kun je hier namelijk je wapens veranderen. Wat je wil hebben. Maar wij gaan even slapen. Use your watch to set the timer day. Change the timer van day in per se. Oké. We gaan lekker lang slapen. It's a beautiful day. The night is falling. I feel good. En het is nu midden in de nacht. Dat was heel mooi gezongen. Alright, save and continue. Oké, dus als je dat doet, dan slaat hij ook op. Dus dat is mooi. En dat wil ik in dat we verder gaan in de volgende part. Ik hoor een vuurtje buiten, dus niet zo mooi. Ik hoop dat je het leuk vindt, Far Cry 2. Ik vind het zeker wel leuk om te spelen. Ik kom wel aardig weer wat naar boven, zoals je wel hoorde. Heel veel dingen, dat herinner ik mij niet meer. Sommige dingen ook wel weer. En ja, op zich kan dat misschien een beetje irritant zijn. Ook als ik het noem elke keer. Of een beetje saai. Maar voor de story herinner ik me echt vrij weinig tot helemaal niks. Ik herinner me alleen dingen die in de game zelf zaten. Dus dat is wel goed volgens mij. Ik weet wel dat de story volgens mij redelijk goed was ook. Dus dat komt helemaal goed. Ik hoop dat je het echt heel leuk vindt. Als je het leuk vindt, geef een dikke thumbs up. Deel het met je vrienden en zet hem in je favorieten. Zie ik weer in de volgende video. Laters.